Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een andere soort video voor jullie. Zoals dat jullie al aan de titel konden zien, is het een storytime. Ik kijk zelf graag storytimes omdat ik dat interessant vind wat de anderen meemaken. En ook wel soms chockerend wat dat ze overbrengen. En ja, voor een storytime echt te kunnen filmen moet je ook wel iets meemaken. En ja, dat had ik eigenlijk nooit tot op de dag van vandaag. Zoals je aan de titel kan zien, ben ik aangevallen door een hond afgelopen maandag. En ja, ik wil dat toch wel even kwijt. En ik dacht dat een storytime de perfecte manier was. Dus voordat ik met mijn verhaal begin, ga ik wat achtergrond schetsen. Ik ben niet alleen aangevallen. Ik ben samen met mijn hondje Nelson aangevallen geweest. In mijn straat. In de straat naast ons woont er een familie die een hond heeft. En mijn mama was eens met Nelson aan het wandelen. En die hond, ja, bij dat huis zijn ze werken aan het doen. Waardoor dat die hond dus is kunnen ontsnappen. En heeft toen naar Nelson gegrepen. We hebben daar toen niks van gezegd. Die vrouw had daar ook niet geëxcuseerd of zo. Maar we hebben dat daar toen bij gelaten. Omdat we dachten van ja, die is uitgebroken, dit dat. Dus ja, bon, dat was dus al gepasseerd. En afgelopen maandag ging ik met mijn hond wandelen. Zoals dat ik eigenlijk elke avond ga wandelen. En ik kwam boven op mijn straat. En ik zag die hond al aankomen van ver, dus ik heb direct mijn hond ook dichter willen nemen, omdat ik weet dat die elkaar sowieso niet gaan willen aanvallen, maar ja, die hond is echt een uitdager en Nelson, onze hond, houdt hij dan ook niet in, ook al is die keiveel kleiner als die andere hond. Dus ik kreeg Nelson ook niet veel dichter bij mij getrokken en in 1 seconde, sorry als ik zo naar beneden kijk, maar dat is makkelijk om te vertellen. En in 1 seconde was die hond eigenlijk al op op onze hond Nelson gesprongen. Maar dus als dit Nelson is, ging die daar echt zo over. En ik had super veel schrik, omdat die hond heel agressief reageerde. En als reflex, ja, Nelson die draagt zo'n harnasje, heb ik die daar gewoon via het harnas omhoog getrokken, dus bij mij. Gelukkig dat hij zo klein is, dat ik die kan opnemen. Omdat ik dacht, dit is de enige manier dat ik die hond ga kunnen tegenhouden. En voordat ik het wist, dus ik had Nelson vast, bijt die hond in mijn elleboog. Deed superveel zeer. En dus ik doe zo, en die hond laat dus niet los, maar ik kijk naar beneden. En ik zie dus dat het harnas van die hond los is. Dus dat die hond, op het moment dat hij mij aanvalde, dat die los was. En dus die vrouw, de eigenares, trekt die hond van mij af. Met zo zijn twee voorpoten trekt die weg. Ik keert in shock. Allereerst gekeken of dat Nelson oké was. Want ik had dat in die seconde, want dat is echt op 5 seconden gebeurd of zo. Bekeken dat hij niks had. Want dat vond ik het belangrijkste. Ik had zeer, maar ik had een enorm dikke jas aan. Waardoor dat ik voelde dat hij mij had geraakt. Maar doordat ik zo'n dikke jas aan had, heeft hij niet in mijn vel echt kunnen bijten. Wat een geluk is geweest dat ik eigenlijk zo'n dikke jas aan had. Die haar zoon was ook mee aan het wandelen. Op zo, ja, hoe noemt dat? Je kunt daar zo met je voeten gaan opstaan en dan rijdt dat dan naar voren. En die bleef mij en mijn hond dus aanstaren. En ja, die vrouw was aan het roepen naar haar zoon van ja, maar pak die leiband dan toch. En die bleef mij aanstaren. Ik zeg, allez, vas-y. Want die waren Franstalig. En uiteindelijk heeft hij dan de harnas genomen. En ja, ik zei dan tegen die vrouw in het Frans van, ja, hij heeft mij wel gebeten. Dat is echt niet normaal. Ik zeg, dat is al de tweede keer dat je hond, mijn hond, aanvalt. En nu ook mij. En ja, die vrouw was dan heel agressief aan het terugroepen. Dat haar hond totaal niet bijt. Dat dat helemaal niet waar was, dat dat gelogen was. Op een heel agressieve manier, waar dat ik van dacht, achteraf, je gaat mij niet zeggen dat dit de eerste keer is. Moest mijn hond iemand aanvallen,
Het eerste wat ik zou doen, is naar die persoon gaan en zeggen van, is alles oké? Moet je naar de dokter? Ik zal wel meegaan, dingen in orde brengen. Die vrouw heeft niet gevraagd hoe het met mij was, hoe dat het met mijn hond was. Niks. En ik stond daar. En ik was aan het wenen. Puur door de shock. En je moet weten, er was een wegomlegging in onze straat. En de auto's stonden in file. Die auto's hebben ons allemaal gezien. Hebben mij daar zien wenen. En geen één heeft gereageerd. En dat vind ik erg. Oké, ik had een keidikke jas aan. Ik heb niks fysiek super erg. Ik heb een paar blauwe plekken en wat schrammen. Maar ik vind dat zo erg dat niemand iets doet. En dan, bon, na wat geroep, is die vrouw verder gestapt. En is die naar de overkant gestapt en heeft pas daar het harnas terug aangedaan. En ja, ik wist niet wat ik moest doen. Moet ik verder wandelen of moet ik naar huis gaan? En ja, ik was zo in shock dat ik eigenlijk gewoon liever naar huis wou gaan. Maar dan moest ik terug naar beneden en moest ik die mensen passeren. Dus heb ik gewacht totdat die vrouw en haar zoon en haar hond ver weg waren. Dat ik die dus niet meer zag. En dan ben ik heel snel, ik heb nog nooit zo snel gestapt, naar huis gegaan. Ben ik beginnen wenen. Ik ben eigenlijk niet opgehouden met wenen, denk ik. Mijn mama compleet in shock. Van, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Heb ik dat verteld? Mijn mama wist ook direct over wie dat het ging. En dit is allemaal 's avonds gebeurd. Hè, trouwens, rond 7:15, 's avonds of zoiets. En dus mijn mama had besloten om naar hun huis te gaan. En te gaan aanbellen voor te zeggen dat mijn mama naar de politie ging gaan. Omdat dat echt niet normaal is. En omdat ik mij als volwassen persoon kan verweren. Ik denk dat ik dat heb gedaan door de shock, maar oké. Maar als die hond al zo hoog kan springen en mijn elleboog pakken, had mijn mama schrik. Wat als die ineens, ja, een jonger iemand gaat vastnemen dat zich niet kan verweren. Dus mijn mama is naar daar gegaan. Na een tijd, ik denk een kwartier of zo, is hij teruggekomen. Ja, er deed niemand open. En toen heeft mijn mama gevraagd van, ja, wil je meegaan naar de politie? En dan kunnen we aangifte gaan doen. Dat wou ik eerst niet, maar mijn mama zei van, ja, maar je moet niet, allez, ook niet enkel aan je eigen denken. Jij hebt nu niet echt iets ergs. Maar het had wel zo kunnen zijn, moest je niet zo'n dikke jas aan gehad hebben. En wou dat het bij iemand anders gebeurt. Dus, oké, we zijn dan naar daar gegaan. We kwamen aan bij de politie. En ja, als we buiten stapten, hoorde je al die mensen keihard lachen. Dus we belden aan, heeft enorm lang geduurd voordat er iemand open deed. Oké. En dus ze deden open, daar zat iemand aan die soort balie. En ja, die vroeg wat dat er was. En die kon niet echt praten omdat ik ofwel aan het trillen was, ofwel was ik aan het wenen. Dus ik kon niet direct iets zeggen. En dus mijn mama zei, ja, mijn dochter is aangevallen door een hond. Wat zegt die man? Ja. Toen stond ik daar echt van, wauw. Ik vond dat ten eerste super onrespectvol. Oké, ja, ik stond daar. Je zag dat ik niet, ik weet niet wat, maar je zag dat ik in shock was. En je zag dat ik niet oké was op de manier waarop ik mij voelde. En om dan te zeggen van, ja, zo van, wat moeten wij daarmee doen? Vond ik heel arrogant. En mijn mama ook. Mijn mama heeft direct gezegd van, ja, kijk, sorry, maar dat is niet oké. En we willen daarover een aangifte komen doen om te voorkomen dat die hond nog, allee, mensen zou aanvallen. Dus die politieagent vraagt wat ik heb, of dat ik daarmee naar de dokter wil gaan. Ik zeg, ja, ik heb een paar schrammen en een blauwe plek, doordat ik zo'n dikke jas aan heb. Ik zeg, die is niet in direct contact geweest met mijn huid. Dus ik zeg van, ja, ik denk niet dat het nodig is om per se naar de dokter te gaan. En je zegt dat die mens dan zoiets had van, dan boeit het niet. Ja, oké, ja, dat is dan meer papierwerk voor u, maar don't fucking care. En dus ik heb mij niet een tijdskaart moeten afgeven. We zijn in de wachtkamer gaan zitten. En we hoorden echt, de wachtkamer was naast de balie, hè. En we hoorden die mensen echt zeggen, ja, ik zal een keer gaan vragen wat dat die willen, hè. Wat dat ze verwachten dat wij gaan doen. En ik zat daar, gezegd, overal. Politie is uw vriend. Als er iets is, moet je sowieso aangifte komen doen. Want je weet nooit wat er nog later kan volgen.
Ik vond dat zo arrogant. Daarna zijn die ons komen halen. Ik heb toen aangifte gedaan. Ik heb verteld hoe dat het gebeurd is. Ik heb de hond beschreven. Mijn mama wist waar dat die woonde, dus heeft mijn mama ook het adres gegeven. En ik heb dus ook gezegd van ja, eerst was die hond niet los. Maar op het moment dat hij vast had, was het harnas los. En ik heb toen ook gezegd, dat is niet normaal dat een hond uit een harnas kan raken. Tenzij die fout is vastgemaakt. Of ja, dat dat gewoon helemaal niet heel los was vastgemaakt. Want een harnas, normaal gezien, een hond raakt er niet uit. Mijn hond raakt niet uit zijn harnassen. En die mens heeft daarna ook niet gevraagd voor mijn wonden te zien op mijn elleboog. Wat ik ook heel raar vond. Ik heb dan gewoon moeten beschrijven. Dus ik dacht, ik had hier keihard kunnen liegen. En niemand had het ooit geweten. Maar bon, we hebben daar dan denk ik een kwartier binnen gezeten. Die mens heeft dan gezegd van ja, wij gaan iemand sturen in de week dat komt voor haar verhaal te horen. En dan ook iemand voor te testen de agressiviteit van die hond. Of dat die agressief is of niet. Ik weet niet of dat ze echt iemand gaan sturen voor te testen van die agressiviteit. Dat weet ik niet. Ik hoop van wel. Omdat ik dat ook super jammer vind voor die hond eigenlijk. Want als je een hond juist opvoedt, kan die agressiviteit kan dat helemaal anders zijn. Als jij je hond niet kunt beheersen en ja, je moet die echt aftrekken van iemand. En als ik die hond zag toen die avond in de verte en zij zag mij, hoorde ik die vrouw echt al gewoon zeggen van oh no. Echt zo, precies dat die wist, deze gaat drama worden en ze gaan attackeren. Dus ja, ik was echt gechoqueerd hoe dat de politie daarop reageerde. Ja, oké, ik had niet echt extreem iets ergs. Maar ik vond wel dat je op een andere manier daarmee kunt omgaan. Dat is mijn mening. Ik ben blij dat ik die avond een heel dikke jas aan had. Want als ik mij voorstel, ik had een hele dikke, zo fake bontjas-achtig iets aan van jas. Een hele dikke pul. En dat daardoor nog altijd schrammen heb aan mijn blauwe plek. Toont aan hoe hard dat die beet. Als ik nu een gewone jas aan had, denk ik wel dat ik heel wat andere verwondingen zou gehad hebben. Maar gewoon, dat trekt weg. Mijn spierpijn in mijn armen trekt ook weg. Dit was mijn storytime. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het is misschien raar om te zeggen, maar ik hoop dat jullie het interessant vonden. En als je het interessant vindt en ook vond dat de politie heel arrogant en niet oké reageerde, geef dan zeker een like. Vergeet ook niet te abonneren hieronder op mijn YouTube-kanaal. En ik zie jullie graag in mijn volgende video. Doei!